Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Dat was een mooie combinatie. En daar is bijna Suarez. Oh, hij schuift er, ik zou zeggen, onvoldoende naartoe. Maar Carrasco zette daar een aardige aanval op. En het eerste gevaar in deze wedstrijd is toch van Atletico. Kobbal Müller. En oh, Süle. Tegen de paal. Dat was een gemaakte goal en hij krijgt hem er toch niet in. Kom aan. Die kan het ook. Maar het was een beetje getelefoneerd. En Trippier had het goed gelezen. Nog, kom aan. Goretzka. Een schietkans op de rug van Herrera. Recuperatie Kimmich. Kimmich zoekt op die. Kom aan. De vrijheid en de goal. En is de vlag beneden gebleven. Voilà. Hij begint aan de Champions League campagne zoals hij ze is geëindigd. Kingsley Coman met een doelpunt. Kimmich met de tackle eerst. João Félix net wat te slap. En dan deze bal in de ruimte over de verdediging gelegd door Kimmich. Netjes qua timing ook met de vertrekkende Coman. Even oogcontact genoeg om deze bal te geven, Coman te bedienen. Coman. En hier Goretzka. 2-0. Krachtige, prachtige trap. En Bayern München nu al een optie op 3 punten. Dat heet afwerken. Hij had ook weer heel veel tijd om aan te nemen en te trappen en te scoren. Nou, ze waren wel met z'n velen natuurlijk. En de bal voor zijn voeten. Hier Herrera. Die de paas mist en dan gaat het weer snel. Hè. Onmiddellijk Coman bedienen. Aansluiting van Goretzka met zijn 5 in de 16 meter. Ook daar in het omschakelingsmoment. Daar is Kimmich op zijn gemak. Niet rond de middenlijn of eronder, maar zelfs 20 meter voor de grote rechthoek. Weinig bedreiging. João Félix, nu wel een versnellingje. Ineens zijn ze met 4. En met de gelukkige Carrasco. Hij mag het zelf proberen, maar had de kap te veel. Joshua Kimmich. Hij mag zelf trappen op doel. Maar de bal reikt niet ver. Oh, wat een geweldige streep. Kijk eens aan Tolisso. Ja, hij past erin. Zij even gekeken. En 3-0 voor Bayern. En daarmee alle hoop vervlogen. Nou, snoeihard, maar niet wild getrapt. Toch nog op de een of andere manier echt wel richting gegeven. En echt doelbewust. Müller bleef daar ook nog wel hangen, maar dat is naast het doel. Dus dit gaat niet op. Misschien Lewandowski. Zoek Herrera. João Félix, ja. Een hakje, maar geen doorkomen aan. Süle in de weg en nu Coman helemaal weg. En Felipe sprint om erbij te geraken. Achter het steunbeen. Nog eens dribbelen. En nog eens en toch binnen. Onvoorstelbaar. 4-0. Kingsley Coman. Hij nam er alle tijd van de wereld voor. Om zich in een paar keer voorbij Felipe te kappen. En dan toch maar scoren. Wat een doelpunt alweer op de tegenaanval. Ja. Waar Bayern München. Alles open inderdaad. Hij alleen op wandel.
En een wandeling maakte hij er inderdaad van. Heen op het einde natuurlijk. Hier nog op volle snelheid. Weggestuurd door Müller. Goeie pas, natuurlijk. En dan kon Philippe nog wel terugkeren, maar die werd tot twee keer toe uitgekapt. De tweede keer te gemakkelijk en Koke kon niks meer doen, was achter hem. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Gazprom, UEFA Champions League sponsors.